Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video ga ik je meer vertellen over de app Clubhouse. Wat is deze app nou eigenlijk en waar heeft iedereen het over? En mocht je er niks over gehoord hebben, dan ga ik je nu alles erover vertellen. Clubhouse is een nieuw soort social media waarbij het allemaal draait om audio en om gesprekken, dus om voice. Waarbij dus Twitter richt op woorden en Instagram op foto's, richt Clubhouse zich op gesprekken. Het zorgt ervoor dat mensen overal over de hele wereld met elkaar in gesprek kunnen gaan en van elkaar kunnen leren. En dat is echt super inspirerend. Maar natuurlijk niet alleen over de wereld, maar ook gewoon binnen Nederland. Je kan met elkaar dus gesprekken voeren, inzichten delen, ideeën bedenken en je kan nieuwe interessante mensen ontdekken die je anders nooit zou spreken. Het wordt ook wel drop-in audioconversatie genoemd, want je kan dus aan verschillende gesprekken deelnemen en je hoeft niet te praten. Je mag gewoon meeluisteren, maar je kan ook meepraten. Of je kan natuurlijk vragen stellen en actief deelnemen aan de conversatie. Nou, een beetje achtergrond over deze app. Want dit is in mei begonnen. En toen waren er echt nog maar een paar honderd of een paar duizend leden in Amerika. En inmiddels zitten ze al over de 600.000 leden. Het is een invite-only app. Dus het is vrij exclusief. Je kan dus alleen maar meedoen als je dus uitgenodigd wordt door een ander lid. En je hebt ook niet onbeperkt aantal invites. Volgens mij heb je er 1 of 2 per persoon. En als jij dingen doet binnen de app, dan kun je weer extra invites verdienen. In het begin zaten er ook heel veel bekende Amerikaanse celebs in, wat het dus ook meteen heel populair maakte dat mensen daarin wilden. En dus dat ze met hun favoriete rapper of zo in eenzelfde kamer konden zijn. Dus dat zorgde er wel voor dat Clubhouse meteen heel erg populair werd. Daarnaast is het natuurlijk ook een heel erg onderscheidend social media, want er is nog geen één die zich echt richt op audio. Je hebt natuurlijk wel podcast, maar dat is dus dat je mensen gaat volgen en waarmee je afleveringen kan luisteren. Dit zijn echt conversaties live, dus er wordt ook niks opgenomen, niks vastgelegd. Dus de kans dat je dus iets mist is ook wel aanwezig. En daar hebben ze natuurlijk wel slim over nagedacht, zodat je continu de app wilt checken of er niet een geweldig gesprek is wat je nu aan het missen bent. Inmiddels is het dus een sneeuwbaleffect van de mensen die elkaar gaan uitnodigen om mee te doen aan deze app. Nou ja, wie zit er nou in deze app? Dat zijn voornamelijk ondernemers. Dus ben jij ondernemer of wil je ondernemer worden of ben je onwijs ambitieus, dan is het super aan te raden om je aan te melden voor deze app. Wacht niet te lang en meld je vast aan, ook al heb je nog geen uitnodiging, zodat je alvast je handle of je gebruikersnaam kan vastleggen. Want natuurlijk, hoe meer mensen op een platform zitten, hoe lastiger het is om een goede naam te krijgen natuurlijk. Wat kan je nou met deze app? Nou, er zijn dus verschillende kamers waar je aan kan deelnemen. En waar je dus gesprekken kan meeluisteren en mee kan praten over de hele wereld. Maar dat kunnen ook gesprekken zijn van Nederlandse ondernemers. Maar wat kan je er zelf mee? Je kan namelijk ook zelf een kamer starten of een gesprek starten. Nou, dit kan zijn met jouw vrienden, dus echt een besloten groep. Of alleen met de mensen die jou volgen of gewoon wereldwijd. En dat maakt het ook zo leuk, omdat je dus met mensen in gesprek komt waar je anders niet mee praat. Maar het is ook super leerzaam. En het is dus echt audio only. Dus als je meedoet aan een gesprek, je hoeft niet in beeld te komen. Het enige is dus dat je jouw geluid aanzet op je telefoon. En waardoor anderen jou kunnen verstaan. En dan praat je gewoon eventjes mee. En er wordt ook niet door elkaar gepraat, omdat ze werken met moderators. Dus om de beurt krijgen mensen de microfoon. En dat is wel heel erg fijn natuurlijk. Anders zou het ook niet te doen zijn. Ik ga je nu de app laten zien. Dit is het leuke plaatje van Clubhouse. En zoals wat je nu ziet op het beeld, dat zijn allemaal kamers waar je deel kan nemen. Dus als je daarop klikt, dan neem je deel. En dan ben je wel stil, dus je hoeft niet meteen te praten. Als je op Explore klikt, dan krijg je nog extra rooms. En dan kun je dus daaraan deelnemen aan een onderwerp wat jij interessant vindt. Dus de ene keer gaat het over social media. Breakfast Club is een hele bekende. The Power of Clubhouse, waar je dus meer leert over Clubhouse zelf. Nou ja, dit zijn nog maar een paar voorbeelden. Maar je kan dus zelf je eigen club starten op een gegeven moment. Waarbij je dus jouw boodschap kan verkondigen. Nou, als je daarboven klikt bij dat envelopje, daar kun je mensen uitnodigen. Bij dat kalendertje kun je zien wat de evenementen zijn die binnenkort zijn, die op jouw interesses gebaseerd zijn. Dan heb je dat belletje waarbij je kan zien wie er, ja, eigenlijk je activiteiten, hè. Dus ook de mensen die jij zou gaan volgen. Dus zo kan je dus bijvoorbeeld zien hier dat Gil Belen mij is gaan volgen. Tony Robbins. Kijk, dat zijn niet de minste. Dus dat is wel heel erg leuk. Zo klein is dat platform dus nog. Want Tony Robbins heeft zelfs pas, nou, 4100 volgers. Dus dat is echt super weinig voor zo'n bekend iemand. Zoals je ziet staat deze app echt nog in de kinderschoenen. Nou, als je hier op die groene knop drukt, dan kan je dus een room starten. En dan kun je dus kiezen voor closed, social of open.
En ja, dus alleen close zou je bijvoorbeeld met je eigen klanten kunnen afspreken of met je vrienden. En dan kun je gewoon ja, een groepsgesprek hebben. Dan heb je hier nog een knopje onderaan waarbij je met mensen kan praten die online zijn. Dat zijn de mensen die je volgt. Nou, als je op je naam klikt, dan krijg je jouw bio te zien. En dat is heel erg belangrijk, want dit is eigenlijk de enige tekst die je over jezelf ja, kan delen naast je foto. En het voordeel is van Clubhouse is dat je hier heel veel tekst kan plaatsen. Ik heb nog niet eens superveel, maar je kan er heel veel tekst kwijt. Dus niet zo weinig zoals bij Instagram, zo'n hele korte bio. Maar hier kan je juist mensen verwijzen naar je website, naar je weggever. Dus het is super interessant om hier iets mee te gaan doen als je dat nog niet doet. Nou, mocht je bijvoorbeeld een bepaald onderwerp interessant vinden, dan druk je op het oogje en dan ga je hier op zoek naar mensen die je kan volgen of onderwerpen die je interessant vindt. En zo kom je bij nieuwe groepen uit. In de app wordt niks opgenomen. Alles is live. Maar je mag dus zelf ook geen schermopnames of audioopnames maken van deze app. Want dan krijg je dus een waarschuwing te zien. Je hebt verschillende rollen in Clubhouse. Dus je hebt de sprekers, je hebt de moderators en je hebt de luisteraars. En als je als luisteraar ook moderator of spreker wil zijn, dan kun je je handje opsteken. En dan kan de spreker of de moderators kunnen jou toegang geven dat je ook je microfoon aan kan zetten. De app staat nog echt in de kinderschoenen, maar ze zijn continu bezig met allemaal updates doorvoeren. Het is op dit moment nog een iPhone-only app, maar ik denk dat ze in de toekomst wel Android en zo gaan toevoegen. Hou er rekening mee als je iemand uitnodigt dat het telefoonnummer goed is en dat diegene een iPhone heeft. Want je kan een invite maar één keer sturen en dan ben je de recht op die invite kwijt. Dus zorg dat je het meteen goed doet. Het is echt een super interessant platform en helemaal een grote kans voor ondernemers om hier iets mee te gaan doen. Daarom is het dus ook belangrijk dat je je bio zo goed mogelijk invult, zodat mensen meer over jou kunnen weten. Maar jij kan dus en meer leren, maar je kan dus ook je eigen podium pakken. Je kan dus zelf je podium pakken bij mensen die je anders niet zou bereiken. Dus dat is wel echt heel erg tof als je juist een heel gaaf onderwerp hebt wat bij meer mensen aanspreekt, dat je deze mensen dus kan bereiken met deze app. Dus dan ga je gewoon een gesprek starten of dan ga je een verhaal vertellen of inzichten delen. En dan kunnen mensen daarop reageren en jouw vragen stellen, zodat je expertstatus eigenlijk nog verder verhoogt. Als je minimaal 3 weken achter elkaar een week wekelijkse show hebt gedaan, kun je ook echt een club starten in Clubhouse. En dat is heel erg interessant, want zo'n club zou je kunnen vergelijken met een Facebookgroep, waarbij mensen dus als je daar iets plaatst een melding gaan krijgen. En dat is natuurlijk wat je wil, dat jouw doelgroep een berichtje krijgt van dat je live bent en dat ze dus dan mee gaan luisteren of mee gaan praten. Momenteel is het aandeel Amerikanen die erop zitten natuurlijk het grootst, want daar is de app gestart en het is nou, pas sinds kort dat er Nederlanders lid zijn. En dat gaat nu ook als een sneeuwbaleffect. Dat is dus echt superleuk. Want je zit dus nu in gesprekken met andere ondernemers die je eigenlijk bij ondernemer-events zou ontmoeten. En nu vanwege corona is dat natuurlijk allemaal niet mogelijk. Dus het is echt heel erg leuk om te connecten met andere mensen die misschien in dezelfde branche zitten. Of juist in een hele andere branche en daar hun learnings van willen delen. Dus er komen ook steeds meer Nederlandse rooms bij waar je aan kan deelnemen en Nederlandse gesprekken kan voeren. Nou, het is een kwestie van tijd voordat deze app zich verder verspreidt over Nederland en over de wereld. Ik ben tot nu toe heel erg enthousiast. Nog eventjes een beetje wennen met alleen audio, maar het is gewoon heel erg leuk om mee te luisteren in plaats van een keer een podcast. Eigenlijk kijk ik dus nu of er een leuk gesprek bezig is in Clubhouse voordat ik een podcast opstart. Het is echt een nieuwe app en waar we allemaal misschien nog een beetje aan moeten wennen, maar echt onwijs veel kansen en potentie heeft. En zeker voor de ondernemers onder ons. Vond je deze video leuk? Laat het me eventjes weten. Geef een duimpje omhoog. En laat me ook eventjes weten of jij al lid bent van Clubhouse en wat dan je gebruikersnaam is. Want dan kan ik je eventjes opzoeken. Bedankt voor het kijken en tot een volgende video. Doei!